Het is niet dat je in de islam om mensen te dood te maken. Dat is niet. Absoluut niet. Ik denk dat, dat wat gisteren heeft plaatsgevonden niet zozeer heeft te maken met het beperken van mijn vrijheid. In die zin dat dit gewoon denk ik een losse vlodder was. Iemand die niet helemaal relaxed in zijn vel zat en daardoor... Is gaan schieten? Ja. Bang? Ik ben bang. Ik ben echt bang. Dus, ik durf niet meer met de metro of met de tram of zo. Beperkt dat uw bewegingsvrijheid? Niet. Totaal niet? Nee. Want waarom, als ik vragen mag? Het was in Utrecht en toen was ik daar niet. Dus dat heeft voor u geen enkel gevolg? Nee, voor mij niet. Het is alleen van, ja, kan je overal overkomen en... Dus blijft hij gewoon daarvoor weg of u... Nou ja, u gaat altijd op pad in ieder geval. Je weet nooit wat je overkomt en wanneer. Dus het is niet te voorkomen. Op dit moment zou ook een ster naar beneden kunnen vallen. Ja. Toen ik het hoorde, toen in mijn eerste reactie was, toen ik mijn zusje zei het, die noemde terrorisme. En toen dacht ik van, nou ja, een beetje overtrokken. Maar toen zeiden ze het in de media en toen dacht ik van, nou, dan zullen ze toch niet zomaar roepen. Dan zullen ze toch wel duidelijke aanwijzingen hebben die mij niet per se ter oren zijn gekomen. Maar ik neem aan dat ze dat niet zomaar dat woord zullen noemen. Er moet er wel aanleiding voor zijn. Ja, dat ze dat vermoeden. Dat er niet zomaar een of andere debiel is gaan rondschieten. Maar dat het de naam terrorisme met een reden draagt. Misschien heeft hij bepaalde uitingen gedaan of zo. Dat dacht ik meteen. Wat zouden wij concreet kunnen doen om dit soort incidenten te voorkomen? Denkt u? Ik denk wat het beste is om vooral niet angstig te worden. Want handelen uit angst is nooit iets goeds. En vertrouwen op het regionale bestuur. En ik denk ook dat er gisteren goed en adequaat is gehandeld. En wat we kunnen doen is gewoon ons niet laten intimideren hierdoor. En hopen dat het niet toch... Nog...